Ik zelf bezoek al, denk ik, nou 30, 40 jaar beurzen. Nou, wel langer, denk ik. De laatste paar jaren hoor ik van heel veel tekenaars en standhouders, maar ook van bezoekers. Er is helemaal niets tussen, zeg maar, Arnhem en Maastricht. Dat hele stuk in Nederland is nooit eens een stripbeurs. Nou, dan ga je nadenken, denk je, nou, dat hoor ik nou zo vaak, weet je wat. Ik ga daar mijn nek voor uitsteken, ik ga dat doen. Nou, dit is dan het resultaat. Of het wat wordt, ik weet het niet. Ik heb 16 tekenaars, ook allemaal wel hele bekende tekenaars, ervaren tekenaars. Ik heb standhouders, hele mooie locatie. Nou, maar afwachten wie er komt, ik weet het niet. Ik hoop het beste. Ik zou het liefst in een stripblad gaan verschijnen met een weekstrip. Maar ja, goed, dat moet wel lukken. Ik ben pas na mijn 50ste begonnen, omdat mijn vrouw eigenlijk ernstig ziek werd. En ik toen eigenlijk had van, ik moet mijn stress kwijt. Maar ja, goed, uiteindelijk is dat dus uitgelopen naar een heel tekengebeuren. Dus een eigen leven gaan leiden en ja, nu ben ik er dagelijks mee bezig. Ik heb wel eens van een leraar gehoord, die had iets te vertellen, maar geschiedenis. En toen zei een jongen, ja, dat is die toen gebeurd. Zegt hij, hoe weet je dat? Heb ik gelezen in een Asterix en Obelix verhaal. Dus dat houdt dus in dat strips niet alleen tot verbeelding kunnen spreken, maar ze kunnen ook kinderen dus stimuleren om zich erin verdiepen, om te kijken van, is dat wel zo? Ja, maar je moet altijd beginnen met een verhaal. Mensen denken wel eens, oh, je begint gewoon te tekenen, het verhaal komt vanzelf. Nee, je moet echt eerst starten met een verhaal. Een verhaal in je hoofd of in ieder geval zeker op papier hebben van waar je weet waar het naartoe gaat. Ik had een stripverhaal gemaakt van 24 pagina's, een heel album, en die heb ik naar 8 verschillende uitgevers gestuurd. Waaronder de uitgeverij die de Pep uitbracht. De redactie van Pep zat op dezelfde verdieping als Donald Duck. En toen heeft iemand van Donald Duck, de art director van Donald Duck, Edgar Schuilenburg, mij gebeld en gevraagd. Wil je misschien voor Donald Duck schrijven? Ken je de Donald Duck eigenlijk wel? En ik loog toen, ja, natuurlijk. Maar ik had hem alleen bij de tandarts zien liggen. Ik heb nooit een abonnement gehad. Maar toen ben ik heel snel naar de winkel gerend om er eentje te kopen. Mijn eerste Donald Duck. En toen ben ik zo er eigenlijk ingerold. Van schrijver naar tekenaar. En ik heb er 33 jaar gewerkt, alles bij elkaar. Ja, vroeger kon ik dat niet betalen. Hè. En dan praat ik over 70, 80 jaar terug. Het is een visuele zaak. Ze kunnen grapjes die je niet schrijft in beelden vertellen. En beelden zijn voor mensen vaak ook nog makkelijker te interpreteren dan schrijfdingen. Mensen kunnen sneller lezen. Ik ben alleen gewoon benieuwd van heb ik thuis iets liggen wat misschien interessant is. En misschien moet ik nog één boekje hebben van Kuifje nog. Ja, strips maak je in de eerste instantie eigenlijk omdat je het leuk vindt. En niet zozeer omdat je denkt dat je daar geld mee gaat verdienen. Strip tekenen doe je in de eerste plaats omdat je het zelf heel erg leuk vindt om te doen. En als het een succes is, dan is het natuurlijk leuk meegenomen. Maar je doet het niet omdat je daar geld mee wil verdienen. Dat werkt gewoon niet met strips. Nee, specifiek voor mijn kinderen heb ik nooit boeken geschreven. Maar het schrijven zelf doe ik ook niet. Maar wat wel heel grappig is dat ik voor een uitgeverij toen boeken heb geïllustreerd over Kabouter Langmuts. En Kabouter Langmuts is een hoogsensitieve kabouter. Daar was voor kinderen eigenlijk helemaal niks voor. En we kwamen er eigenlijk achter, naarmate dat ik dat boekje verder illustreerde, dat mijn eigen kind, mijn jongste, hoogsensitief was. Dus ineens vielen voor mij ook een hele hoop dingen op zijn plek. Dus dat was op zich wel grappig. Als je er zelf er ook in kunt herkennen in de strip, maar ook gewoon hetgeen dat het dan weer zo uniek en zo vet maakt. Dus het is net, het is realistisch, maar ook weer niet. En je zou bijna denken dat het echt kan. En dat is denk ik hetgeen wat het strip lezen wel zo mooi maken. Ik zal niet zeggen dat het krachtiger is dan een boek, maar het is anders. Het is, je kent misschien de hiërogliefen van vroeger en de Egyptische tekeningen op de rotswanden. Waarom werden die figuren getekend? Omdat het ja, ten eerste een symbolische waarde heeft, maar het heeft ook een sterk beeldende input op de menselijke geest. Ik heb altijd heel graag gekleurd. Van kind af aan heb ik alle kleurboeken ingekleurd. En ik ben ook altijd beginnen tekenen. Dat is eigenlijk het leukste dat er is. Sfeer geven aan een beeld, aan een zwart-wit tekening. Daar iets zoveel meer mee doen. Mijn emoties insteken.
Dat is eigenlijk het leukste dat er is voor mij. Wij zijn niet alleen gemaakt om letters te lezen, wij zijn vooral ook gemaakt om beelden te zien. Alles bestaat uit beelden. Als ik met u praat, praat ik niet met een boek, ik praat met een levend figuur. En zo, de strip speelt daarop in. Dus ik ben naast illustrator ook inkleurster. En ik vergeet alle tijd als ik dat doe. Ik geniet gewoon van de emotie. Als striptekenaar, als je een goed lopende reeks hebt, dan kan je daarvan leven. Maar er zijn ook manieren om het te financieren via crowdfunding. En zo heb ik mijn nieuwste album gefinancierd via crowdfunding. Het heet Het Plan Schumann en het is gemaakt in de reeks Senne en Sanne. De kick is om de tekenaars te ontmoeten en hun werkproces te zien en af en toe vragen te stellen over hoe ze nadenken over dat soort dingen en hoe ze te werk gaan. Ja, je hebt de Bijbel in manga, heet het manga strip, er bestaat een eentje. Is het een manga stijl? De strip, ken je een tekenstijl die manga heet? Nou, daar bestaat ook een verhaal van de Bijbel en het verhaal van Jezus. En er is een versie door een Nederlandse tekenaar gedaan en dat is een van de meest vertaalde stripverhalen op de wereld. Halleluja, Nederlander! Nederlander voor Jezus! Halleluja! Nou, dankjewel. Op de kleuterschool kende ik al allemaal woordjes, omdat ik Suske en Wiske zat te lezen. En ik vond het gewoon, omdat ik het gewoon heel erg leuk vond. En dan lees je nu dat het lees- en schrijfniveau van de Nederlandse scholen zo laag is. En misschien is het wel een manier. Ja. Wordt het een succes, dan is het dan wordt het een meerjarig project. Dan is het elk jaar de derde zondag in april dat hier in de Weijer een stripbeurs georganiseerd wordt. Meer kan ik er nu niet van zeggen. Voor mij is vandaag D-Day. Erop of eronder.